Ja, jou, beste kijkers van Daan van Geels. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe video van mijn YouTube-kanaal. De zomervakantie is alweer begonnen en ik denk dat de meeste van jullie ook naar andere landen gaan om daar vakantie te vieren. Ik weet niet zeker of ik dat ook wel ga doen, maar die kans is heel klein. Maar ik ga nog wel andere fantastische dingen doen deze zomer, beste kijkers. Ik ga natuurlijk lekker weer heel veel video's maken, want nu heb ik alle tijd ervoor. Maar ik ga natuurlijk ook heel veel leuke dingen doen met vrienden. En wat ik wel jammer vond, beste kijkers, was dat het helaas wel regenachtig was dit weekend. Maar hopelijk is het de komende dagen nog wel prachtig mooi weer. Oh ja, en beste kijkers, ik maak deze video omdat ik jullie les wil geven eigenlijk. Als jullie op vakantie gaan en jullie willen vloggen, dan ben je op het juiste adres. Want ik ga jullie laten zien hoe je het beste kunt vloggen. Ik zal jullie allemaal tips geven over wat je zou kunnen doen als je wilt gaan vloggen. Nou, je moet natuurlijk je selfie stick gebruiken. Het maakt op zich niet uit welke, als het maar een goede selfie stick is, die ook stevig is. En stap 1 is in ieder geval, bedenk waarmee je je video wilt beginnen. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, hey mensen! Of hallo iedereen! Of hallo dames en heren, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Dat kunnen jullie allemaal zelf bedenken. Dus stap 1 is, bedenk je eigen intro. Stap 2, vertel wat je wil gaan doen in je vlog. Je kunt dan bijvoorbeeld vertellen dat je iets leuks gaat doen met een vriend. Of je gaat naar een leuk feestje toe. Dat kun je dan ook bijvoorbeeld laten zien. Stap 3 is, film vooral de belangrijkste dingen die je wilt maken in je vlog. Dat is ook heel belangrijk, beste kijkers. Dus je moet altijd, als je gaat vloggen, je selfie stick goed lang houden. En dan moet je natuurlijk zo ongeveer je intro beginnen. Je houdt dan je selfie stick ongeveer zo vast. En dan richt je natuurlijk je camera goed naar je eigen gezicht. Want dat is heel belangrijk. Want er zijn vaak vloggers die dat doen. Maar dan weten ze vaak niet of ze zelf wel heel goed in beeld zitten. Dus dat is het allerbelangrijkste. Stap 4. Als je in een auto zit of in openbaar vervoer, dan mag je alleen stukjes filmen van de buitenwereld. Dus je mag alleen door het raam van je vervoersmiddel filmen. Niet in je eigen bus. Of ja, in je eigen vervoer mag op zich wel. Maar dan alleen vooral jezelf. En als er toch andere mensen op de camera staan die er niet op willen, dan kun je het beste ze gaan blurren. Dat is ook heel belangrijk. Want anders kun je later problemen krijgen. En dan nu stap 5. Stap 5, beste kijkers, is natuurlijk bedenk een leuk muziekje dat je wilt hebben tijdens het vloggen. Dus als je natuurlijk tijdens het vloggen een leuk muziekje eronder wil hebben, dan moet je natuurlijk zelf je lievelingsmuziekje gaan opzoeken. En dan kun je die gewoon onder je video plaatsen. Of ja, tijdens je vlog natuurlijk. En film ook niet al te veel van heel veel stukjes. Het is belangrijk dat je niet te lang een stukje filmt. Want je moet natuurlijk het beste wel heel veel stukjes zo kort mogelijk maken. Als je zoveel mogelijk dingen wil laten zien. Dat is ook het belangrijkste. En het gaat er ook om, beste kijkers, dat je ook het goede voorbeeld geeft. Stap nummer 6. Als je een vlog maakt, moet je je best doen om niet al te grof te gaan schelden. Want als je een vlog maakt en je die natuurlijk op je kanaal zet, dan kunnen ook heel veel jonge kinderen kijken. Er zijn heel vaak vloggers die je grof kunnen schelden in hun video's, beste kijkers. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je goed, of nou ja, niet al te grof scheldt, maar gewoon je best doet en het goede voorbeeld geeft. Dat is het belangrijkste. En het belangrijkste is ook, beste kijkers, dat
als je je vlog wilt beginnen, dat je ergens op een goed plekje moet staan. En jezelf ook goed in beeld moet hebben. En dat kun je natuurlijk doen met je selfie stick. Je kunt zeg maar dan hierin je camera zetten en dan film je jezelf gewoon lekker zo. Dus dat hoort er ook bij. En tot slot, stap nummer 7. Beëindig je vlog met een mooi einde. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, vonden jullie dit leuk? Doe dan een duimpje omhoog of deel dit met iedereen die je kent en abonneer. En dan kun je bijvoorbeeld ook nog zeggen, beste kijkers, tot de volgende keer of later jongens. Bedenk in ieder geval iets waarmee je je video wil eindigen. En je moet natuurlijk ook een goede intro maken. Dat kun je ook zelf bijvoorbeeld gaan editen, zoals ik natuurlijk doe. Maar beste kijkers, het belangrijkste is dus ook, je moet je vlog goed beginnen, maar ook eindigen. En het einde kun je meestal gewoon zelf bepalen, maar het begin in principe ook. Als je bijvoorbeeld bij het einde zegt, tot de volgende keer of tot de volgende video, dat mag natuurlijk altijd. Of je mag natuurlijk zeggen, like en abonneer en doei iedereen. Maar je mag gewoon zelf weten hoe je je vlog wilt eindigen. Dat zijn, beste kijkers, alle stappen die ik zelf weet over hoe je het beste je vlog kunt maken. En natuurlijk kunt beginnen en eindigen. Dat is eigenlijk een beetje mijn moraal. Zolang je maar gewoon het goede voorbeeld geeft. Dus film geen grove dingen en als je dat wel doet, blur het dan. En zorg er ook voor dat het geluid dat heel grof is, weg is voor de jonge kijkers. Maar beste kijkers, hopelijk vonden jullie het leuk om een soort instructievideo van mij te zien over hoe je het makkelijkst en het beste wil vloggen als beginner. Mochten jullie dit natuurlijk eventjes een leuke instructievideo vinden, druk dan zeker natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan hoop ik, beste kijkers, dat ik jullie allemaal weer terugzie bij de volgende video op dit kanaal. En hopelijk, beste kijkers, gaan jullie ook nog leuke video's maken. Voor degenen die vlogs willen maken, deze video kun je sowieso kijken. En als je een vriend hebt die wilt weten hoe je vlogs kan maken, deel deze video dan met iedereen die je kent. Dus zorg ervoor dat iedereen deze video kan kijken, mijn instructies opvolgt en dan ook goede vlogs maakt. See you all later!